De Iraans-Nederlandse vrouw Tzara Bagrami is opgehangen, dat heeft de ambassadeur van Iran bevestigd. Nederland heeft in reactie op dat bericht alle contacten met Iran bevroren. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken reageerde geschokt. Het is een barbaarse daad van dit regime in Iran. Ik ben ook geschokt omdat ik nog gisteren de bevestiging kreeg van de Iraanse autoriteiten dat de rechtsgang nog niet afgelopen was. Ik voel mij overvallen, zo mag u dat wel zeggen. Ja. De 45-jarige vrouw uit Spijkenissen bezocht in 2009 familie in haar geboorteland. Ze werd gearresteerd op beschuldiging van drugsmokkel en staatsondermijnende activiteiten. Bagrami werkte in Spijkenissen als buikdanseres en zangeres. Ook volgde ze een opleiding aan het Rotterdamse Conservatorium. Luc Castanjos vertrekt nog niet naar Intermilaan. De 18-jarige spits blijft nog zeker tot juni in de kuip. De Champions League winnaar van vorig jaar wil hem graag hebben en het leek erop dat Castaños per direct kon vertrekken. Maar de Milanezen hebben de laatste tijd nogal veel andere spelers aangekocht. De aanvaller van Feyenoord moet dus even geduld hebben. Stadion Feyenoord heeft nooit goed gekeken naar de mogelijkheid om de huidige Kuip op te knappen. Dat heeft de Rotterdamse sportwethouder Antoinette Laan gezegd. Laan reageerde op de woorden van stadiondirecteur Jan van Merwijk. Die had gezegd dat in een eerder stadium al was onderzocht of renovatie een goed idee zou zijn. Als dat echt zo goed onderzocht was, dan hadden ze dat nu ook kunnen overleggen. Dat gaan ze nu gewoon heel goed doen. En de gemeenteraad heeft dan alle informatie die ze nodig hebben om een goed besluit te nemen, en dit college ook. Als die niet sluitend is, wij doen daar als gemeente ook een second opinion overheen. Dat moet gewoon een goed business case, een goed verhaal zijn. En volgens mij is Feyenoord hier een hele solide partner in.